Wanneer ik dus terugkijk op de afgelopen 4,5 jaar, dan zeg ik, ik sta hier vanavond toch met een positief gevoel, ondanks het feit dat we moeten toegeven dat Ano Alassane zou bidden dat hij het doet, Ano Alassane lukt, maar ik ga u zeggen, het belangrijkste voor mij wat is gelukt, president. De regering Boutersen Amerali heeft kans gezien om meer dan elke regering die ik me herinner in de historie, geld wat binnen is gekomen van de staat Suriname, te dirigeren naar de arme lagen van de samenleving. Amoni vakondre, amoni sasit na everdien, amoni loko mit je bodywan. En het is nog niet genoeg, maar het is wel de eerste keer. We doen niet alles goed, maar we hebben dit goed gedaan en dit gaat de basis zijn voor de volgende 5 jaar, omdat er nog veel gebeurt. We hebben de financiële, maar ook de politieke wilde wateren van 2014 met ons meegemaakt. Maar ook in ons persoonlijk leven zijn die dingen ons niet bespaard gebleven. Het feit dat we vandaag hier staan met u het jaar gaan afsluiten, waarbij rustig uw SRD die u in uw zak heeft, de waarde heeft die u nodig heeft voor Bayusani, is niet toevallig. Het is met veel djubu-djubu gegaan en u heeft niet alles van die djubu-djubu gemerkt, maar ook daar zeg ik, regering Boutersen Amerali, ik heb soms mijn hart vastgehouden. Maar het is gelukt, we did it. Op dit moment vandaag is de SRD de SRD. En het is niet gegaan in de richting waar sommigen hadden gehoopt dat het zou gaan. Zolang het volk van Suriname, president, kritiek heeft op mij en op u en op de regering, dan naar recht voor het volk. Dus alles is maar de gewoonste naam. Zijn Loeko en de maat kritiek dat bepaalde zijn, wil ik het volgende zeggen. Even leuk. Alles is niet goed gegaan. Alles is niet gegaan zoals we het misschien hadden gewild, ook in de leiding. Ik denk dat ik de president zelf dat vaker heb horen zeggen. Het maakt me niet uit waar je zit, of naar oppositie, of naar regering, of naar coalitie. Tegen volk, pot in steen, potje in de assemblee of in ons toe, minister of president, dan heb je de taak, de heilige taak, om dat land te dienen met alles wat van jou wat je hebt. Je kracht, je heer lobby, alles aan je. En tegen je no do dat, tegen je teklaan die money, go koili, go kosi, in plaats dat je werk komt doen, ook in DNA, of je bedriegt het volk, waar je ook zit. Ik praat vandaag met alle mensen in de politiek. Dan ben je een slecht voorbeeld en heb je een beroep, een werk wat je hebt genomen en wat je voor dit volk hoort te doen, naar beneden gehaald. En daarom roep ik mijn collega's, politici op. Denk na. Nou.